Voordat je begint, maak overal even foto's van en aantekeningen. Zo is hier even een aantekening waar de scheiding zit, de scharnierpen. En dan weet je waar de rubbers overgaan, van onder naar boven rubber. Probeer de rubbers er zo heel mogelijk uit te krijgen. Je kunt een mooi voorbeeld dienen. Alle nietjes eruit halen. Goed schoonmaken. En dan de rubbers afsnijden. De totale lengte, 91 cm voor de bovenste en 131,5 voor de onderste. Plus nog 3 cm, want aan weerskanten laten we een flapje uitsteken van 15 mm. Hier zie je hoe ik hem afsnij om het flapje te laten uitsteken. En dan onder het flapje voorzichtig afsnijden en denk om je vingers. En zo ziet het er dan uit. Nou, dit is volgende rubber. Je houdt een stukje van ongeveer 25 cm over. Dus je hebt ruimte om te oefenen. Hier weer hetzelfde verhaal. Links en rechts van het staande flapje snijden. En dan eronder snijden tot je het stukje eraf kan halen. Nou, kit gebruiken om vast te plakken. Je kan de kit ook in het rubber smeren. Dat blijkt achteraf toch wel wat schoner te werken. In de eindaftiteling zal ik het type en merk kit opnemen. Een paar nietjes erin om het vast te zetten. Zou ook kleine spijkertjes kunnen gebruiken. Dan een beetje kit. Om de twee rubbers aan elkaar te plakken. En houd rekening mee dat het bovenrubber andersom zit. Want die heeft namelijk het flapje aan de buitenzijde. Het kleine randje. Maar als het goed is heb je dat gezien. Het verwijderen van de oude rubbers. Nou, daar ook wat nietjes eraan. Dan heb ik hier al een houten cirkel maak ik om delen te maken om het te kunnen opspannen. Om het goed aan te drukken in de lijm, want anders past het raam straks niet. En zo zit het dus allemaal opgespannen. Nou, dan kan de lijm rustig drogen. Dan gaat de aluminiumrand er weer op. Je moet altijd dezelfde rand weer op hetzelfde raam zetten, want dan zitten de gaatjes in de caravan nog op dezelfde plek. Want ze zijn niet allemaal hetzelfde namelijk. Mooie nieuwe schroefjes erin. Hier haal ik een metalen liniaal net even onder het rubber. Dan kan je net het stukje rubber wat uitsteekt afsnijden zonder de caravan te beschadigen. Ja, en dan het ribbelen van de rubbers in de bochten. Ik heb dus ontdekt dat als je dat verwarmt, dit rubber, want het is een thermoplast, dus als je het verwarmt kun je het vervormen en als het weer afkoelt blijft het in die vorm staan. Dus ik zet twee dikke stukken aluminium, maak het warm met een schildersfeun. Eerst het ene stuk aluminium erachter. Warm maken met een schildersfeun. Dat kan je op het reststukje testen, hoe warm je het kan maken. En dan het andere stuk aluminium er tegenaan. En vastklemmen. Dan laten afkoelen. En als je het er dan weer afhaalt, dan kan je zien dat het rubber mooi vlak is.
En de ribbels zijn eruit. En dat kan je voor alle bochten herhalen. En voor de binnenste en buitenste rubberflapjes. Gaten boren voor de scharnierpennen. Precies op de scheiding. En dan kan het raam er weer in.